Gemeente De Vrieske Marre levert haar aandeel aan de duurzaamheidsdoelen die landelijk zijn afgesproken. Daarvoor hebben we een routekaart opgezet voor verduurzaming van ons eigen vastgoed. Swim & Sport Fun, hier in Joure, is de grootste energieverbruiker van ons vastgoed. Daarom zijn we gestart met een project voor dit gebouw. In 2019 hebben we een plan bedacht die voorziet in 2000 zonnepanelen en 2 warmtepompen. In 2020 heeft de Raad daarvoor geld beschikbaar gesteld. En in 2021 zijn we gestart met het project. Zo willen we het gasgebruik tot een minimum beperken. En helemaal nu met de energiecrisis zien we dat de terugverdientijd van dit project is gehalveerd. Een win-win situatie dus. Vandaag staan we in de zon bij Swim & Sport Fun. En daar ben ik blij mee met die zon, want de zonnepanelen doen hun werk. Op en rondom het zwemcomplex Swim & Sport Fun aan de Zeewei in Joure zijn maar liefst 2100 zonnepanelen geplaatst. Deze zonnepanelen voorzien het complex van energie. Er zijn zonnepanelen geplaatst op het dak van de sporthal, op de geluidswal van de zonneweide en op de speciaal daarvoor aangelegde carportconstructie boven het parkeerterrein. Behalve de zonnepanelen is het complex voorzien van 2 warmtepompen. Deze warmtepompen worden gevoed door de zonnepanelen en verwarmen het bad- en douchewater. De elektrische verwarming zorgt ervoor dat de cv-ketels veel minder nodig zijn, waardoor het gasverbruik maximaal gereduceerd kan worden. Een enorme winst. Maar er is nog meer. Het water van het zwembad wordt namelijk als accu gebruikt. Het badwater wordt alleen nog overdag verwarmd, niet langer in de nacht. In de ochtend wordt het water door zonne-energie weer op de juiste temperatuur gebracht. Met behulp van een speciaal ontwikkelde tool zijn de resultaten van deze grote operatie nauwkeurig te volgen, om een optimaal rendement te behalen. Nieuwe verduurzamingsprojecten kunnen hiervan profiteren. Voor gasten en medewerkers van Swim & Sport Fun is het mogelijk hun elektrische auto op te laden aan de laadpalen op het parkeerterrein. Er is ruimte om het aantal oplaadpunten in de toekomst uit te breiden. De verduurzaming van het Swim & Sport Fun complex in Joure laat een enorme CO2-reductie zien. Door zelf energie op te wekken, kunnen de energielasten van het sportbedrijf nu en in de toekomst beheersbaar blijven. Het project in Joure is een prachtig voorbeeld voor de verdere verduurzaming van het vastgoed van de gemeente De Vrieske Marre. De verduurzaming van Swim & Sport Fun is een initiatief van de gemeente, waarbij intensief is samengewerkt met sportbedrijf De Vrieske Marre en verschillende externe partners. Wij zijn als sportbedrijf De Vrieske Marre ontzettend blij dat de gemeente is gestart met onze accommodatie. Want wij vinden het als organisatie ook een heel belangrijk thema, duurzaamheid. Er is een projectgroep opgestart, daar zijn we nauw in betrokken. Ook de omwonenden hebben we daarin meegenomen, zodat iedereen ook goed wist van wat gaat er gebeuren en waar staan we voor. En we zijn ontzettend blij met het resultaat.